kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Dan zul je denken, Werner Vlogt, ik kijk nog naar Leven op Wielen. Ja, dat klopt. Je kijkt ook naar Leven op Wielen. Het kanaal is Leven op Wielen. Maar dat Leven op Wielen, dat vind ik persoonlijk meer bij Sebas horen. Dat is zijn dingetje. Hij is ermee begonnen. Dus ik vind dat het meer bij hem hoort. En daar loop ik al een tijdje over na te denken en over te twijfelen. Dus vandaar dat ik heb besloten dat als ik vlog, dat het gewoon Werner Vlogt heet. Ik ga niet voor mezelf een kanaal beginnen of zo, dat is de bedoeling niet. Ik blijf gewoon samen met Sebas en Jeroen bezig. Dus gewoon op het kanaal leven natuurlijk. Dus dat is eigenlijk alles. Nou ja, ik hoop dat dat daarmee duidelijk is. Jullie mogen weer een rondje met mij mee. Het is wel een leuk rondje. Het is nu dinsdagmorgen. Ik ben gisteren begonnen. Ik heb één klantje gelost in Châteauroux. Het ging best snel allemaal, dus ja, weinig tijd om te filmen ook. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben nu op weg naar Toulouse. Daar heb ik 3 klanten om te lossen. En daarna gaan we eigenlijk van Toulouse uit richting Perpignan. Daar lossen we er dan nog eentje onderweg. En dan komen we leeg in Perpignan, dus ja, mooi rietje. En ik hoop met leuke uitzichten en dat ik jullie leuke dingen kan laten zien. Of in ieder geval kan laten zien waar we mee bezig zijn. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Ik zou het eigenlijk in 4,5 uur kunnen halen naar de klant, maar er staat zoveel vertraging onderweg. Bijna 20 minuten, dus ik ga het even op voorhand mijn pauze maken. En even naar de wc, even een bakje doen. Vanmorgen toen ik wegreed was de routine nog niet open, dus dat ga ik hier even regelen. Even een bakje koffie en dan, dan hoop ik dat na 3 kwartier de weg weer vrij is. Of in ieder geval minder vertraging hebben. Zo, ik heb even lekker gebruik kunnen maken van het toilet. Dat hoef ik niet te vloggen, denk ik. En een bakje koffie. Dus de tijd is nog niet aan het afnemen qua vertraging. Dus hopen dat het over een dikke half uur wel zo is. Dan gaan we weer verder. We zitten nu op de ring van Toulouse. De vertraging is tot nu toe niks. Maar er komt nog wel vertraging aan. Alleen dat is vlakbij het losadres. En ik zou om kunnen rijden, dan heb ik 1 minuut winst. Dus dat ga ik niet doen. Want dat schiet niet op.
moet hier niet zijn. Dus moet aan de andere kant van de weg zijn blijkbaar. Die hebben meerdere magazijnen. Dus ja, we gaan even een rondje rijden en dan zal het wel goed komen uiteindelijk. Nou, uiteindelijk wordt die dan gelost. Maar je moet je helm op. En je moet dan in je auto gaan zitten. Dus, logisch. Ik ga het hem even dichtmaken en dan gaan we naar de volgende. Ik ga hier niet verder met filmen. Hè. Die mensen dat zijn niet vriendelijke, zeg maar. Dus dan houdt het hier even op, helaas. Maar het komt wel goed. Nou, wat ik al zei, het is al geregeld. Eén pelletje. Nou, ik wacht op de papieren en op een retourpallet. Eén liggen. Lege. En dan kunnen we naar de laatste in Toulouse. Alleen, ja, daar kom ik op de middag, dus daar moeten we even geduld hebben. Op zich niet erg. Maar, ja, het is nou helemaal zo. Nou, zoals gezegd, die mensen zijn eten. Het zat wel geteld 800 meter van de vorige klant af. Dus als de eerste nou een beetje meer mee had gewerkt, was waarschijnlijk niks aan de hand, maar goed. De poort is open, dus ik ga hem er wel even opzetten. En kennen ze er straks gelijk aan beginnen. Nou, dat was, of waren twee heftrucjes even gelost. Ja, dat is eigenlijk allemaal zo gebeurd. Ja, het moet allemaal gecontroleerd worden. En er zit er een beetje lakschade op en dan ja, moet dat aangetekend worden en een fotootje en nou ja, goed. Het is allemaal geregeld. Dus we gaan nu naar, waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar Limoux. Limoux, ik zal dat wel weten. Ja, daar gaan we vandaag nog even drie pelletjes afleveren en dan denk ik dat het ver gebeurd is. Maar dat geeft niks. Dan kunnen we weer een terrasje gaan zitten of zo.
Morgen de laatste. Leuk beetje zo. Nou, hier werden we even gelost, dus ja, drie pelletjes zijn we weer kwijt. Dus we gaan ons eigenlijk maar druk maken om naar een restaurantje te gaan. Morgen de laatste lossen. Einde werkdag. Morgen nog eentje. Ja, we staan nu net boven Perpignan en morgen net onder Perpignan lossen. Dus de laatste. En dan gaan we weer bellen. En dan gaat vanzelf voor wat of waar we terug moeten laden. Dus. Goedemorgen. Het is 7 uur en ja, we gaan maar eens starten. Tijd om de eerste te gaan lossen, of de laatste te gaan lossen, de eerste van vandaag, de laatste van de rit. Dus. En hoe heet die? Ja, jongens, dit is allemaal weer krap zat.
Maar we komen er weer zonder peerscheuren vanaf. Oh, lekker met die bomen. Ik hoop eigenlijk nu niet dat ik een auto tegenkom of iets dergelijks, want die bomen die hangen erg ver over de weg. Er zijn het geen knotwilligen meer of zo, ik weet niet wat het is, maar er zijn het botswilligen. Het is leeg, dus ik heb nog wel even een bakje koffie gekregen van die man. Ja, het is een kassenbouwproject, dus nou wel leuk. Het zijn Nederlanders die hier werken, dus dat is makkelijk communiceren. Of in ieder geval makkelijker. En ja, dan gaan we maar een stukje rijden, kilometer of 5, 6 denk ik, en dan gaan we laaien. Nou, ik ben inmiddels alweer op weg, want ja, dat ging zo snel, die kist laaien. Ik kwam eraan, ik meld me. De kist die stond er klaar. Er stond ik netjes op de kist in het Frans. Wordt opgehaald door Hartog Transport. Maar ja, bij mij heeft de trailer staan met de goede letters Hartog. Dus dat was wel aardig duidelijk voor die man. En ja, dan heb ik geen tijd meer om een camera te pakken of iets dergelijks. Dus ik had ook mijn telefoon niet in mijn zak, anders had ik wel even met mijn telefoon gedaan. Maar ja. Dat is nog eenmaal zo, dus we gaan nu maar gewoon de volgende laaien en dan ja, ga ik daar proberen om een shotje te maken. En voorlopig is het 70 km rijden nog, dus ik kan er nog even buiten kijken.
hartstikke handig, jongen, want er staan bijna geen straatnamen op industrieterreinen, zeg maar. Dus we moeten allemaal maar ruiken waar we moeten zijn. Want dit zou volgens de navigatie de goede straat moeten zijn. Denk ik. Nee. Expedition. Nou, dan ga ik daar eens eventjes kijken. Zo, dat was er weer een. De volgende is bijna 100 kilometer richting de Casa, dus helemaal top. Nou, filmen is ook hier weer uit Den Boze. Dus ja, daar ga ik maar eventjes mee om hem tegen de dok aan te zetten.
horen gekregen dat dat de laatste was voor deze rit om terug te laaien. Ik mag met hoge spoed naar Nederland, want er zitten een paar zendingen bij met tijdsdruk. Die moeten gewoon in Nederland staan vrijdagochtend. Dus ja, dat wil voor mij zeggen dat ik 1100 kilometer naar buiten kan gaan zitten kijken. Ook niet echt interessant voor jullie. Er staan nog wel een paar zendingen. Dat wordt opgelost door een combi bij ons. Die zit ook hier in de buurt. Dus Klaas, het is je gegund. Succes. Ik kan er ook niks aan doen. En verder iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het dat je het weer leuk vond. En dat merken we dan wel aan de duimpjes. Die ik hopelijk ga krijgen. En laat even een reactie achter. Dan lees ik ze weer graag. Ik zou zeggen tot volgende keer. Prettig weekend. Houdoe.